Het is vandaag 1 januari, wat betekent gelukkig nieuwjaar allemaal. Maak er een heel tof en mooi jaar van. Ik heb mijn oudejaarsavond bij mijn oom en tante thuis gezeten, doorgebracht. Dat woord zocht ik, doorgebracht. En vandaag ben ik thuis gekomen. En ik ben thuis nu inmiddels. Het is avond, het is al 9 uur geweest. Het is 9 over 9 om precies te zijn. Ik heb vandaag lekker mijn bed verschoond. Ik heb een beetje opgeruimd. Er zijn nog een aantal dingen die ik even een plekje moet geven. Ik moet mijn tas nog wel uitpakken. Die staat nog daar vrolijk op de grond. Die ga ik nou wel even uitpakken, zodat ik daar in ieder geval gewoon klaar mee ben. Goed, het is er helaas niet van gekomen om de tas uit te pakken. Oeh, ik heb het koud. Wel heb ik de vlog geëdit. En een nieuwe intro en outro. Tenminste, een nieuwe outro en een andere intro. Tenminste, dus dezelfde intro, alleen een ander muziekje. Nou, jullie hebben de intro al gezien. De outro zien jullie aan het einde van de video. Ik ben nu mijn nieuwjaarsvlog aan het uploaden. Daarna ga ik slapen. Mijn bed ligt al helemaal open. Ik ben heel erg moe. Ik heb het heel erg koud. Dus ik spring zo lekker mijn bedje in. En dan zie ik jullie morgenochtend. Goedemorgen. Het is nu... Wat is het voor dag vandaag? Dinsdag. En ik ben inmiddels wakker gemaakt door mijn moeder. Mijn moeder had me vanmorgen om 9 uur een appje gestuurd dat ze de boodschap wilde doen. Maar ik lag gewoon te slapen. Dus ik liep daar natuurlijk gewoon doorheen. Dus ze heeft me wakker gemaakt. Nee, het is bijna 10 uur. Ik heb lekker uit kunnen slapen. Lekker aangekleed. Ik heb dit topje aan. Ik weet niet eens waar het topje van is. Vest weet ik eigenlijk ook niet. Broek denk ik CNA. Schoenen van Bristol, van Haren. Volgens mij Bristol. Dus aangekleed. Ik ga mijn haar nog wel even doen. En even make-up en restjes afhalen. Maar ik heb geen watjes meer. Dus dat moet ik even beneden doen. Want daar liggen nog wel watjes. Ik heb trouwens, mocht jullie het nog niet opgevallen zijn. Ik heb een nieuw hoesje en popsocket. Ik heb er dus allebei uitgekozen. Ik had namelijk dat roze hoesje van de smartphone hoesjes, maar omdat die heel licht van kleur is. Eén natuurlijk mijn telefoon vaak vastvalt, was die helemaal verkleurd en heel lelijk en vies. En hij ging ook heel erg afbladeren, dus dat was gewoon echt aan het einde toe. Dus deze heb ik op Zuidplein gekocht. Een rood glitterhoesje. Kevin had de kleur uitgekozen. Ik had paars in mijn hand, rood en roze. En je had ook nog blauw en zilver, maar die vond ik zelf niet zo erg leuk, dus Kevin... Ik kon uit rood, paars of roze kiezen. En toen koos hij rood voor mij. Dus vind ik wel leuk. En een nieuw popsocket met de Eiffeltoren erop. Vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ik ben even zelf mijn eigen vlog aan het terugkijken. Kijken of alles echt helemaal klopt. En dan gaat hij vanmiddag om 5 uur. Ik denk dat ik hem 1 uurtje eerder ga doen. 4 uur online zetten. Ik ga nu in ieder geval naar beneden. En ik ga denk ik zo meteen lekker de kerstboom afbreken. Het is namelijk geen kerst meer, het is geen oude jaar meer, dus we moeten eraan geloven. Goed, het is inmiddels 3:15 middags. De planning was om de kerstboom te doen en schoon te maken, opruimen. Dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben op de een of andere manier niet helemaal lekker. Ik heb het alleen maar heel erg koud. Dus ik ben net even lekker op de bank gaan liggen met de hond. Ik ga zo meteen wel even in ieder geval wat mijn spiegel proberen schoon te maken. Ik hoop dat het een beetje normaal afgaat. Misschien mijn kerstballen er ook alvast afhalen. En dan doe ik morgen de kerstballen naar boven brengen. Maar ik moest dus nog een oplaadkabel hebben. En aangezien ik vanmorgen vlak bij de Action was en het vergeten ben, ga ik nu weer terug. Ik heb daar namelijk al 2 keer oplaadkabels vandaan. Die het gewoon niet doen. Maar ze zijn opengemaakt. Dus je mag ze niet meer terugbrengen. Dus ik heb al gewoon 2 keer 1,30 euro weggegooid. Maar ik heb ook geen zin om zo'n hele goed nieuwe Samsung kabel te gaan kopen. Want ook dat kost hartstikke duur. Plus dat die niet heel erg lang zijn. En ik wil juist een hele lange kabel. Dus ik ga maar weer een nieuwe kopen. Goed, ik ben bij de Action. Even kijken wat ze allemaal hebben. En misschien mezelf nog even verwennen met een paar leuke dingen. Goed, ik heb een oplaadkabel kunnen scoren gelukkig. Waar ik ook achter ben gekomen. Ze verkopen popsockets. Super, super nice. Ze zijn 90 cent. Dus ik heb er 2 meegenomen. Ik heb deze meegenomen. En een space-achtige.
Maar ik ga nu naar huis toe. Ik denk dat ik niet meer mijn cashman ga doen, wel mijn spiegel. Maar eens even kijken hoe ver ik kom. Hey, ze zijn nu nog vuurwerk aan het afsteken. Ja, daarna lekker maar gemak houden. Maar ik heb een aantal leuke dingen kunnen scoren. Ik heb ook iets kunnen scoren wat deel uit gaat maken van het cadeautje voor mijn moeder. Want die is 16 januari jarig. Dus daar ben ik ook wel blij om. En ja, verder gaan we zien hoe alles loopt. Oké. Toch ben ik tot de conclusie gekomen om lekker schoon te gaan maken. Ik ga jullie eerst even laten zien wat ik gekocht heb. Even het geluid zachter. Allereerst, dat is al druk in gebruik. Deze superleuke beker. Ik heb er nu, ik heb er nu warme chocolademelk in zitten. Net had ik lekker koffie erin. Ik heb een rol inpakpapier gehaald, want die had ik niet meer. Van die lintjes. Believe it or not, maar ze verkopen gewoon popsockets, wat ik dus net al zei. Kijk, deze heb ik. En dan heb ik degene die op mijn telefoon nu zit. Ik heb dit reinigingssetje. Nummer 1 is een Blackhead Melting Toner. 2 is een Blackhead Clear Nose Mask. En 3 is een Moisturizing Essence. Dan heb ik mijn popsocket die erop zit, heb ik hierin gedaan. Ik was echt serieus super blij toen ik het zag. Ik heb dit kaarsdingetje gekocht. Dit is marble. Ik vond het heel erg leuk voor op mijn bureau. Want ook mijn bureau wil ik even op gaan ruimen en anders gaan indelen. Dus die heb ik gekocht. En dan heb ik nog iets gekocht. Maar dat kan ik nog niet laten zien op beeld. Want dat is deel van mijn moeder de verjaardag. En aangezien mijn moeder, ja, ze kijkt niet echt uitgebreid de vlogs. Maar mocht ze het een keer kijken en het komt in beeld, dan ben ik de Sjaak. Dus dat hou ik nog even voor mezelf. Oh ja, en ik heb ook nog een zo'n roller lip butter gekocht. En ja, ik heb het allemaal van Just Like Me op staan. Waar ik trouwens achter ben gekomen vandaag. Ik was 2 seconden even diep in shock. En daarna dacht ik, wauw, wat een respect. De acteur van Just Like Me. De Disney Channel serie Just Like Me. Sander, hij speelt Max in Just Like Me. Is er vandaag, volgens mij vandaag. Zijn vrienden en zo zullen het al eerder geweten hebben. Maar op Instagram heeft hij een foto neergezet dat hij, iedereen een gelukkig nieuwjaar was met een foto met zijn vriend. Wat dus betekent dat hij gay is. Hij is homo, dat had ik echt niet verwacht. Dus was even in shock dat ik dacht van, oh, nee joh, serieus. Had ik echt niet zien aankomen. Maar wel gewoon echt diepe respect voor mensen die er gewoon echt eerlijk voor uitkomen. Want als ik het zou zijn, ik ben het niet, ik val gewoon op jongens, ik ben echt gewoon hetero. Maar mocht ik gay zijn, dan zou ik het denk ik echt moeilijk vinden om ervoor uit te komen. Dat er is zoveel negativiteit. Nog over, weet je, de meesten accepteren het wel, maar nog zijn er genoeg mensen die het niet accepteren. Dus ik vond het heel knap dat hij dat deed, echt. Ik schrok er in eerste instantie weer van, ik dacht van, nee, serieus, Sander? Maar daarna dacht ik wel, wow, echt diep respect. Ik ga schoonmaken, ik sta voor mijn spiegel. Ik ben nu al dik 3 minuten aan het kletsen. Maar het is tijd om deze spiegel schoon te gaan maken. Hopen dat het eraf gaat. Hopen dat het werkt. Dus let's go. Tot nu toe is alles het meeste al weg van mijn kerstspullen.
Ik ben al druk bezig met de kerstboom. En zodra het hier klaar is, is al het kerstzeg hier weg. Mijn bureau is er helemaal niet opgeruimd en leuk gemaakt. Dus daar ben ik heel erg blij om. En ja, we gaan verder met de kerstboom. Kijken hoe lang het duurt voordat die is afgetuigd. Ik heb namelijk dit cleaningpakketje gekocht bij de Action. Het zijn 3 productjes. Ze zijn ook gelukkig een nummer, dus je kunt niet de verkeerde gebruiken. Ik ga ze uittesten. Ik hoop dat het een beetje werkt. Ik ga je laten zien hoe ik ze aanbreng en hoe ik ze vervolgens weer verwijder. En ja, we gaan het zien. Dit moet je sprayen, maar volgens mij mocht dit niet in aanraking komen met ogen. Dus vind ik het heel raar. Nee, we gaan het gewoon doen. Even, eerst even. Ik weet niet of dit moet. Goed, het zal wel. Oh, dat loopt gewoon mijn mond in. Dit moest dus een paar minuten intrekken. En dan gaan we door naar stap 2. Dus dit was stap 1. Het was een of andere spray. Black Melting Toner. Dus die moesten we eerst opsprayen. En dan gaan we zo doen naar stap 2. Goed. Tijd voor stap nummer 2. Oh, ik ben best wel nerveus voor dit. Want volgens mij... is dit dus gewoon echt dat zwarte wat je dus ook gewoon in... Oh my god, ja. Oh. Dit schijnt dus gewoon echt heel veel pijn te doen. Als je het niet goed doet. Dus... Oh my god. Kun je dit gewoon met je vingers aan? Ik weet het niet. Ik ga het gewoon met mijn vingers doen. Oh my god. Oké, tijd voor een timelap. Goed, het zit erop. Oh, ik ben echt bloednerveus. Ik hoop dat het er straks nog gewoon normaal pijnloos af kan. Maar ik acht de kans heel erg klein. Oké, we gaan het zien. Ik ga het nu. Hoe lang moest dit intrekken? Even kijken. 20 minuten. Ik ga een timer zetten. En dan ben ik terug over 20 minuten. Oké, ik ben bang dat het tijd is om hem eraf te halen. Ik kan amper lachen. En het is helemaal droog. Dus we gaan hem eraf halen. Tijd voor timelap nummer 2. Oh jee. Auw. Oh my god. Oh, vreselijk.
dat. Oké, de helft is eraf. Helaas moet ik de camera even opladen. Nou ga ik de andere helft doen. Oh jongens, ik doe het zo pijn. Jeetje, mina. Ik ga even mijn gezicht wassen. Dit weggooien. En daarna gaan we naar stap 3. Goed, op de roodheid en pijnlijkheid na is het eraf. Het is nu tijd voor stap 3. En dit is een crème. Die moet je hierna moet je die opsmeren. Oeh, dat was een close-up. Ik heb totaal geen idee hoeveel je hiervan op moet smeren. Maar ik wil het wel even goed doen. Aangezien ik een hele rode huid heb. Die ja, ook nog wel pijnlijk is. Zit erop. Mannen zijn een beetje vetter, dus die ga ik zo even afdoen. Maar ik draai de dop erop. En dan is stap nummer 3 ook gedaan. En dan zijn we klaar. Het was heel pijnlijk. Het was een hele leuke ervaring, dat wel. Ik wilde het altijd eerst proberen en nu heb ik het dus gewoon in huis. Ik kan het ook vaker proberen, aangezien het in een tube zit. Maar ik vind het wel echt een aanrader. Wil je dit nou ook proberen? Zou zijn verkrijgbaar bij de Action. Ze waren, als ik het goed heb, 2,99. Dus laten we zeggen 3 euro. En mijn gezicht brandt nu nog wel. Maar het voelt er wel een stuk fijner op. Dus hij is zeker geslaagd. Wat ik nu wel weer ga doen is... Oh, wat ik nu wel weer ga doen is de video eindigen. Want ik zou eigenlijk een weekvlog gaan doen. Maar aangezien ik dit nu in de video heb verwerkt en die waarschijnlijk hartstikke lang gaat zijn, ga ik hem hierbij al eindigen. Ik hoop wel dat jullie de video leuk vonden. Doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. En ja, ik denk dat ik morgen toch nog begin met mijn weekvlog tot vrijdag. Misschien wel, misschien niet. Jullie gaan het zien. Maar in ieder geval bedankt jullie voor het kijken. Blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. En dan gaan we naar de nieuwe outro. Doeg! Ja, ik zet de alles op het